agressieve pitbull bij het meisje ziekenhuis in. De opgedroogde bloedresten op het grasveld zijn een lugubere herinnering aan de confrontatie gisteren tussen een 8-jarig meisje en een pitbull. Het gebeurde bij de Hutsenstraat in Rotterdam. En een buurtbewoonster was getuige van het incident. Ik rende naartoe. Ik zie een hond op haar liggen en een vrouw op die hond slaan. En zij gilt van au, 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 help, help. Haar arm zat helemaal onder stukjes vlees en ze zag er gewoon echt beroerd uit. En het erg is dat niet iedereen echt haar wil helpen, want iedereen is bang van zo'n hond. Dus... En er was een moedige vrouw die dan echt op haar naar haar toe is gegaan met stokken slaan op de hond. Uiteindelijk met een baksteen omdat die stok kapot ging. Tot die hond een beetje duizelig werd en haar even losgelaten. Ja, heftig verhaal. Het slachtoffertje moet nog een keer geopereerd worden, maar het gaat naar omstandigheden wel goed met haar. En de hond die is door de politie meegenomen. Het is nog onduidelijk wat er met het beest gaat gebeuren.